onze winkel bestaat al meer dan 100 jaar. En we kennen zo allemaal veel mensen die van generatie op generatie hier komen. Dus kinderen, vaders, grootvaders die altijd hier geweest zijn. En zo gaat dat altijd verder. En ze komen hier veel voor uitleg te vragen van de tuin. En wat dat ze moeten zaaien, wat moeten ze planten. Dat is zo altijd gekend hier. Vooral voor de tuin. Hè. Dus we kennen de mensen hier allemaal goed. En dat is aangenaam. Hè. De mensen komen liever naar een kleine winkel als naar een groot warenhuis. Waar dat ze aan de kassen staan en moeten doorgaan. En het is daarom dat wij zo bekend. Ik denk dat ze als ze in de tuin kunnen werken, dat de mensen gelukkig zijn. Veel mensen zeggen als ze in de tuin werken, dat ze alles vergeten. Zie je? En dat waarschijnlijk als ze een beetje zorgen hebben en ze zien de plantjes groeien en ze hebben er nog iets van, dat ze kunnen in de keuken gebruiken, dan is dat toch fijn, denk ik. Hè? En in 100 jaren is een grote verandering gebeurd over de manier om te tuineren. Ja, vroeger waren de tuinen, de oppervlakte was groter. En de nieuwe, de jeugd gaat meer tuineren, maar in kleinere hoeveelheden. Voor gewoon een beetje bezig te zijn en ook wat voor, ja, meer, ze zijn meer voor de natuur bezorgd tegen vroeger. Vroeger wilden ze alles doodspuiten als er insecten op waren en nu moet het meer biologisch zijn. Mm-hmm. En dat de mensen toch, de jeugd toch een beetje meer beginnen te beseffen dat ze het milieu moeten een beetje respecteren, ik zal het zo zeggen. En er is een wijsheid tussen verschillende generaties? Het wordt stilletjes doorgegeven. De ouderen zeggen wat dat de jongeren moeten doen. En, maar ze zoeken wel meer hun eigen weg, hoor. De jeugd zoekt meer hun eigen weg. En dat het nu een beetje mislukt in de tuin, daar zitten ze verder niet meer in. Zie je het? Mm-hmm. Het is een beetje een bezigheid, ik zal het zo, een gezonde bezigheid. En welke rol geeft voor de jonge generatie, voor de kinderen? Dat weet, ja, waarom? Ook een beetje dat ze meer gezond in de buitenlucht kunnen spelen en het nuttige aan het, met het aangename koppelen feitelijk. Hè. Uh-huh. Ze hebben een gezonde lucht en ze hebben toch nog een beetje beweging in de tuin. En zijn lekkerder de tomaten van de tuin dan de tomaten van de winkel? Voilà. Het is veel aangenamer en ze hebben het zelf kunnen kweken, dat doet veel. Ja. In welke rol gaat de winkel in deze COVID? Heel veel. Dan is het verder echt begonnen. Met de COVID hebben de mensen beginnen na te denken, denk ik, voor toch een bezigheid. Ze moesten binnenblijven, ze moesten iets doen. En dan is het verder echt veel begonnen, voor het meer in de tuin te werken. Dus het is niet makkelijk tuineren, maar de mensen doen dat graag. Dat dan nu een beetje mislukt en met elk jaar leren ze bij. Een beetje, dan mag een teelt mislukken en toch gaat het volgend jaar proberen ze opnieuw. En ze leren altijd een beetje bij, feitelijk. Hè. En als mislukt gaat, is geen frustratie? Dat is geen frustratie, nee. Het is niet voor te verkopen. Het is voor hun eigen feitelijk. Hè? Ja. En die mensen zijn gelukkig hier en gelukkig in de tuin. Ja, als ze hier komen zijn ze meestal gelukkig, denk ik. Hè? Ik kan niet in hun eigen dingen kijken, hè? Maar ik denk het wel. En zijn de verschillende culturen hier? Meer en meer. Dus dan begint je te voelen dat er toch veel mensen van andere gezindheid en van kleur komen hier. En vooral Marokkanen en Nepalezen, die tuineren hier heel graag. Oké, en zij zoeken wel verschillende groenten, fruit? Nee, dat is feitelijk meestal zo tomaten, paprika, zo een beetje de Zuiderse planten, dat kennen ze. Ja. En die mensen in de appartementen ook? Ja, maar dat is meer een beetje kruiden. Dat is kruiden. Ja, kruiden en een beetje bloemen ook. Hè. Alleen groenteplantjes, geen bloemen.
En dat kopen ze dan op de markt of zo voor op hun appartementje te planten. Hè. Mm-hmm. Maar voor de zaadjes komen ze meer voor in de tuin. Voor er zijn wel nu meer tradities van vegetarische tradities. Of... Het begint meer en meer. Vegetarisch en biologisch. En jij merkt het verschil? Dan merk het verschil. Je ziet verder veel waar dat dan op staat, dus volledig. En de jeugd vooral vraagt biologische zaden. Meer en meer. Mm-hmm. Hè? Meer en meer. Nou ja, dat beginnen we te voelen. Soms de mensen praten over de crisis van. De agrarische crisis, of zijn er veel manifestaties en zo? Ja, nee, daar wordt verder weinig over gezegd. Dat is, ja, ze praten een beetje, maar nee, het is geen ronde tafelconferentie, ik zou het zo zeggen. Nee, ja, ja. Maar voor de mensen is wel alles oké. Ik denk het wel, ja. Maar je begint wel te voelen dat ze meer en meer met milieu inzitten, dat ze daar echt een beetje van wakker beginnen te liggen. En jij ziet dus een goede toekomst voor zulke winkels of activiteiten? Ja, maar dan, nee, ja. Maar daar zijn we veel te klein voor, feitelijk. Het moet allemaal groot zijn tegenwoordig. Hè. Dus zo'n winkel, zoals bij ons, dat gaat toch stilletjes achteruit, denk ik. Maar het is toch een succes, ik zie het altijd wel, mensen. Omdat wij al zo lang bestaan. Aha. En het is, dus, het is onze eigendom, je moet geen huur betalen. Maar als je dan nog moet huur betalen, en ja, dan moet je toch al veel groter zijn voor er iets aan te verdienen, ik zal zo zeggen. Maar de mensen zoeken de persoonlijke contact. Dat is vooral belangrijk, ja. Ja. En daar zijn wij voor gekend, feitelijk. Ja. Ja. Maar er is wel een kwestie van zorgen of voor tegenover de natuur, tegenover de maatschappij. Ja. Dat dus, ja. Maar ik zeg het, hier komen ze gewoon voor eens een praatje te vragen. En ondertussen, als er niet veel drukte is, dan kun je al een beetje meer vertellen, feitelijk. Hè. Mm. Er zijn ook kleine dieren hier. Alleen vogeltjes. De vogeltjes. En de mensen houden van de vogeltjes, ja, thuis? Ja. Meer en meer voor de tuinvogels komen ze veel kopen. En hoe werkt dat? Dus de vogels zijn buiten of binnen? Voor buiten, ja. Voor binnen, de oudere mensen voor een kanarieke of een parkietje voor binnen. En de meeste mensen is voor buiten de tuinvogels een beetje te voederen. Weet je? Okay. Daar hebben ze meer plezier van, ik zal zo. Ze zijn vrij, nee. De vogels zijn toch in. Ze zijn vrij, ja, maar ze geven toch een beetje eten voor die een beetje aan te trekken. Als ze dat kunnen bij hun thuis kijken en dat is toch de natuur kort erbij, ik zal zo zeggen. Oké, okay. Dit is een mooie combinatie. Vogels en tuin. Ja. Oké. Okay. Is het typisch Belgisch, zulke tradities van een tuin te verzorgen? Ik denk dat algemeen is, dat dat er overal is, denk ik. De tuin, dat is vooral Nederland ook, hè. Duitsland, Nederland ook. Ja. Dat is overal, denk ik. Maar het is de laatste jaren meer en meer terug omhoog gegaan. Maar in kleine huisjes, met kleine tuintjes, zijn de mensen die wel bezig zijn met de tomaten, de papier. Vroeger was het meer, moest het allemaal mooi gazon, grassen, gras. Hè? En nu is het terug meer groente. Een beetje combinatie groente, kruiden en bloemetjes. En vroeger was het allemaal mooi gazon, moest allemaal heel mooi zijn. Dat is aan het veranderen. Dat is een beetje aan het veranderen. Deze mensen vertrouwen meer eigen tomaten dan de tomaten van de winkel? Daarom niet. Ik denk gewoon voor bezig te zijn en het plezier van de tuinieren, het plezier, ja. Mensen vragen over de klimaatverandering, over het probleem van het water. Ja, als het zo heel warm is of veel regen, dan zeggen ze, ziet je wel, de mensen. De geleerden hebben gelijk, hè, dat de aarde aan het opwarmen is. En dat is feitelijk waar. Dan wordt er wel iets over gezegd. En het is daarom dat ze meer en meer terug beginnen te beseffen dat we iets voor het milieu moeten doen. Hè.
Ja. En de mensen vragen ook over de kwaliteit van het regen of over de kwaliteit van de aarde. Ook een beetje, maar toch niet zo ingrijpend. Nee, dat wordt hier weinig gezegd. Dan gaan ze meer, ja, op internet kijken. Oké, dat is geniaal. Jos, jij bent ook heel gelukkig, hè? Amen. Inderdaad. En super bedankt. Dat is geen erg geluid. Fantastisch.